Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Net als de afgelopen dagen beginnen we ook vandaag met veel bewolking boven het land. De dikste wolken zitten boven het zuidwesten, daaruit valt ook van tijd tot tijd regen en motregen. En die regen en motregen breidt zich heel langzaam naar het oosten en noordoosten uit. Langs de oostgrens kan nog heel af en toe de zon even doorbreken, maar ook daar gaat de bewolking overheersen. Vanmiddag dus overal grijs weer met van tijd tot tijd regen of motregen. Maar er zijn ook droge perioden. En het zuidoosten houdt het sowieso zo goed als droog. 13 tot 15 graden wordt het. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw regenen. Dan wat harder en die regen houdt ook in de nachtelijke uren aan. Morgenochtend trekt die regen dan heel langzaam weg. Langs de oostgrens wordt het pas in de middag droog en breekt aan het einde van de middag voorzichtig de zon door. In het westen gaat in de loop van de ochtend de zon al schijnen en het wordt zo'n 14 à 15 graden. De zondag ziet er beter uit, dan blijft het overal droog, er zijn een flinke perioden met zon. Temperaturen opnieuw 14 à 15 graden, op een enkele plek wordt de 16 gehaald. geldt ook voor maandag, dinsdag neemt misschien de kans op een bui toe, maar dat is dan vooral in de avond. Voor die tijd schijnt eerst nog de zon flink. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl